geachte museumbezoeker. Vandaag willen we u laten zien een stukje uit het leven van Mooie Keetje. Mooie Keetje, een begrip in Oosterhout. U zult een filmpje zien hoe ze opgroeide en hoe ze haar dagelijkse werkzaamheden verrichtte. De verhalen over haar preutse karakter ten spijt gaat er toch een verhaal dat de ongetrouwde Keetje een koninklijke relatie heeft gehad met een van de prinsen van Oranje, de latere koning Willem II. De prins logeerde geregeld in het toenmalig hotel Huis ten Del in Raamdonksveer. Van daaruit bezocht hij vaak het logement van Keetje. Al snel ging er in het dorpse Oosterhout het gerucht dat Keetje het liefje van de prins was, een prinsenlief. Ook toen hij eenmaal koning was, bezocht hij haar nog geregeld. Welkom, kleine koninklijke hoogheid. Komt u binnen. Naar verluid ergerde de Oosterhoutse notabel Wees Smits zich dusdanig aan de relatie van Keetje met de koning, dat hij haar wilde terechtwijzen. Mejuffrouw, mag ik u op grond van mijn leeftijd een bemerking onder het oog brengen? Wel nu, niemand kan twee heren dienen. Het antwoord van Keetje was: meneer Smits, ik doe zoals u en elke ander ordentelijk mens. Ik dien God en den koning. Is dit dan toch Keetjes bekentenis dat ze echt een koninklijke relatie had? Ook de latere koning Willem III heeft Oosterhout bezocht en contact gehad met Keetje. En Willem III stond bekend om zijn vele buitenechtelijke affaires en seksuele escapades. Of kwam hij hier toch alleen maar op de koffie? Feit is dat Keetje van Willem III in 1870, ze was toen al 63 jaar, een gouden ketting cadeau kreeg. Het logement aan de stafferij van Kert en Loos van Mooie Keetje lag langs de handelsroute tussen Parijs en Amsterdam. Deze verharde weg was een opdracht van Napoleon tussen 1809 en 1820 aangelegd. Hij liep in Oosterhout over de Bredaarse weg, via de Heuvel, de Arendstraat en de Kerkstraat, over de Leijsehoek naar de Veerseweg, richting Raamdonksveer. De meeste paden in die tijd bestonden nog uit zandwegen, die 's winters veranderden in onbegaanbare modderpaden. Het logement van Vagent en Loos van onze Keetje lag aan deze weg. De verharde weg trok daarom veel mensen, zoals handelsreizigers en soldaten, die deze plek passeerden en, al dan niet aangetrokken door de charmes van Keetje, verbleven in haar logement en tapperij. De zaken gingen goed en Keetje besloot om haar logement uit te breiden. De 6 kamers werden er 11 en er kwam een nieuwe keuken. Vanaf die tijd veranderde het logement in een hotel. Keetjes combinatie van schoonheid en hartelijkheid heeft er zeker aan bijgedragen dat haar logement aan tapperij druk werd bezocht. Zelfs toenmalig burgemeester Gerscher en de directeur van het Telegraafkantoor namen na hun benoeming in Oosterhout hun intrek in het hotel van Keetje. En dat terwijl het naastgelegen hotel De Koppelpaarden veel luxer was. Zette ze haar charmes bewust in voor de verdiensten van haar logement tapperij. Tot op vrij hoge leeftijd bleef ze werken in haar hotel. Maar in 1885, op 78-jarige leeftijd, verkocht ze haar hotel aan ene Sips. Het hotel werd getuige in bericht uit de Nieuwe Brabantse en Oosterhoutse Krant van oktober 1885 flink verbouwd. De stalling, die gedurende de Belgische opstand was vergroot ten behoeve van de paarden van de hoofdofficieren, werd afgebroken. Daarvoor kwam een nieuwe concertzaal voor de liedertafel Aurora. Een zaal die ruimte bood aan maar liefst 400 personen. De nieuwe eigenaar kende natuurlijk de geschiedenis van Keetje en wilde de naam van zijn hotel veranderen in Hotel Hildebrand. Hij heeft Nicolaas Beets hiervoor om toestemming gevraagd. Die toestemming volgde schriftelijk, maar daarin de wens dat hij Keetje graag nog een keer zou zien. Die wens zou een jaar later in vervulling gegaan. 6 juli 1886 kwam de toen 72-jarige Beets per postkoets aan in Oosterhout. De 79-jarige Keetje had naar verluid speciaal voor hem haar Brabantse muts met geplooide slippen nog eens opgezet.
Ze had dus ook op haar oudere leeftijd nog steeds haar gevoel voor humor behouden. Maar Hotel Hildebrand was maar een kort leven beschoren. In 1898 werd het hotel weer opgegeven. Tante Kay heeft dit niet meer meegemaakt. Ze kreeg in 1885 een kamer in het tegenovergelegen Sint-Jozef Gasthuis om daar haar oude dag te slijten. Daar overleed zij op 17 mei 1895, een week voor haar 88ste verjaardag. Het is opmerkelijk dat mooie Keetje, een eenvoudige 19e-eeuwse herbergierster, nu, begin 19e eeuw, nog steeds een belangrijke rol speelt in het Oosterhoutse historisch erfgoed.